ik vind dat we de laatste test moeten gaan toevoegen. En dat is de stresstest. Stresstest! Wij zijn Joost en welkom bij een nieuwe Teleshopping! Hey man, je dood moet proberen altijd te denken als je met En vandaag hebben we een nieuw product voor jullie. Namelijk de Easy Eyes. Ik heb mijn Easy Eyes ook geprikt een paar keer. Kijk deze duimpje van Easy Eyes. Oké, let's go. Do you struggle to read the keys on your regular keyboard? Are you constantly hitting the wrong keys by accident? Then you need Easy Eyes, the new large print keyboard that makes typing easy on your eyes. Easy Eyes is ergonomically designed with big bold print on all 104 keys, making it a joy to use. Just plug it in and it starts working right away. There's even a version that glows in the dark, so you can work late without disturbing others. Now, one-of-a-kind keyboard is even spill-proof. Watch as we pour this entire glass of water on the keys. Yeah! Okay. Easy Eyes. Ze hebben het wel modern gedaan, hè? Met in plaats van Easy schrijven, zijn ze gewoon IZ, weet je? Dat vond ik wel echt modern. Dat vond ik wel hip. Ja, daar heb je hem hoor. Ik denk dat dit de enige gebruikswijzing is die wij echt gaan gebruiken. Laat Rico hem lezen. Ja, lees hem even. We hebben de Easy Eyes nu in onze handen. Hij heeft klepjes, zie ik nu al. Hij voelt echt tering goed. Dus één minuut om dit te testen. Hoe dan? Laat de computer doen. Oké, daar zitten we dan, hè? Met de glow in the dark Easy Eyes. Easy Eyes, oké. Hoe vind je het? Ja, ik weet het niet, hè. Ik maak het uit een foutje. Waarom kijk je naar het toetsenbord? Omdat ik niet ben kan typen. Ah, ben je niet kan typen? Ik kan nu goed typen op dat ding, man. Ik voel kut. Ja, één kreuk. Ik ga nu alles op de toets uittesten. Nee, elk toetsenbord wat je in de winkel koopt, dat kan wel typen. Dus ik geloof dat wel en hij is wel duidelijk voor oude mensen en weet ik het wel, weet je. Ik ben gewend een iets groot toetsenbord, dus hij typt soms verkeerd, maar dat maakt niet uit. Hij typt gewoon. Eén ding waar ik gefascineerd van ben in deze hele fucking video. Dat is de ene is glow in the dark. Mijn ook. En de ander is dat hij waterbestendig is. Waar is het gemaakt? Hij is al kapot. Ah, hij is niet stevig, kijk. Hij is niet stevig. Als je boos wordt. Ah, hij is niet zo stevig, jongens. Nee, echt hè. Het gebeurt gewoon. Dat klinkt echt even niet goed hoor, jongen. Het water stroomt ineens uit. Ah, hij doet het nog wel. Ja, hij doet het nog wel, inderdaad. Hij doet het wel gewoon nog. Nou, dat vind ik wel een puntje waard hoor. Eerlijk is eerlijk. Dit vind ik puntje waard. Hoe doe je dat nou? Dit is maar water. Glow in the dark. Doe het licht uit, Rico. Doe het scherm uit, dan heb je niks die glow in the dark, weet je. Dan zie je helemaal niks hoor. Oké, glow in the dark werkt niet. Jongens, ik vind dat we de laatste test moeten gaan toevoegen. En dat is de stresstest. Stresstest! Oh mijn god, is hij nu al kapot? Hij is helemaal kunnen acteren. Wat zit erin? Nou, dat is echt niet cheap als shit, man. Hij is nu al kapot, ze komen er niet meer uit. Oké, dus als ik thuis moet gamen en het lukt niet soms helemaal, dan doe ik soms dit. Wacht! Ja! Wat doe je? Wat een kut ding. Oké, maar de vraag is jongens. Werkt hij nog? Hé, ik heb een lamp gevonden. Hij doet het nog, man. Hij doet het nog! Ja, hij doet het nog! Ik hou dit! Ja, je gaat echt zo'n grote schok krijgen, jij. Oké, jongens en meisjes, dames en heren, het is tijd voor de conclusie. We hebben van één toetsenbord over drie gemaakt. Dat is best wel, hè? Ja, dat is zeker best wel. Laten we beginnen met functionaliteit. Hij typt zoals een keyboard hoort te typen. Ja, ja. Weet je, voor 15 euro kan je niet verwachten dat het een fucking Razer is of zo. Ik geef hem 7 kronen. Nou jongens, voor 15 euro heb je gewoon een leuke toetsenbord. En als je agressie hebt, kan je dit ding wat bestellen om helemaal in de kaart te rammen, weet je. Ik had het wel gezien, en dat is voor me helemaal zin. 8 kronen.
Mooiheid! Ja jongens, dat is toch een exemplaar, hè? Die is juist lelijk. Dat is fucking mooi. IJzer, best wel tering lelijk. En ik zat eigenlijk ook te glow in the dark, dat het wel mooier werd. Ja, dat is dus niet gelukt. Dat vind ik jammer. Ik heb wel de binnenkant van het toetsenbord voor het eerst goed van binnen bekeken. Ik heb dit nog nooit gezien in mijn leven. Dus dat vind ik best wel mooi. 9 kronen. Come on! De Easy Keys krijgt van ons 8 kronen! Applaus voor de Easy Keys. Post eventjes deze Easy Keys op Facebook van Golden Game Shopping. Ja, en zeg erbij de topproduct. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze informatieve video. Doe even blij dat je wel als je het leuk vond. Maar als je het niet leuk vond, doe het maar. Als je het niet leuk vond, doe het dan. Als je het niet leuk vond, plaats wel zo'n kut comment dat je zegt dat Rico homo is. Tot de volgende keer. Wat dan? Ik ben de very best. No one ever was. Doe. Ik moet nog wel even.